Hallo guys, welkom back to another episode of Unagi. Dit is episode 4, denk vier, ik. 4, ja. Niet twijfelen. Hey, Jordan, we zijn met Jordan vandaag, de professional zeiler. Pero, waarom kijk ik daar? Mijn camera is daar. Nou, pero, hoe was je dag, kijk? Altijd de vraag van me. Allereerst, thanks for invite. Zeg toch, je hebt veel gezeurd om hierop te zijn. Precies, man. Ik zag het al vanaf het begin. Unagi, Tiokio. Ik dacht, oh, daar wil ik wel bij zijn. Dus, jij dacht, wat een naam. Wat is het eigenlijk? Unagi is Ilmati. Kijk, hoe het begon, Marco en ik bleven... Ik ken toch die episode van Friends dat Unagi is blijven. Dus Ross wordt boos en dan blijft hij Unagi. Dus dit is like een defense mechanism of whatever. Die Tori bullshit praat. Safe word, je bedoelt safe word. Unagi, safe word. Waarom, let me follow up. Heb jij een safe word? Dat is wel goed. Ik niet. Eigenlijk moeten we allemaal safe word hebben. Ik heb geen safe word. Wat is jouw, mijn safe word voor vandaag is dan... Miauw. Miauw, oké. Ik ben de Greta. Miauw, miauw. Ah, oké. Maar je moet miauw, miauw. Oké. Like danger, danger, miauw! Oké, dat is wel heel raar. Dus je schrijft dat gewoon op straat. Ja. Ik zeg je, ja, die van mij is gewoon banana's, hoor. Stai nee, wat ik riet dat banana bompigi. Banana. Oké. Banana. Well, we went off topic here, I guess. Let's go to the sailing part of this. Yes, let us go to the sailing part. Peruano. So, jij sailed. Sailed, ja, ik zeil. Ja. Jij zeilt, Mati. Dus. Volgens mij heb ik jou ook laatst op een zeilboot gezien. Zag ik jou niet, meneer? Struggelen. De American Cup, was jij like American Cup in het? Ja, eigenlijk moest ik daar nu al zijn. Want ja, maar ja, ze lieten me nu Zeeland niet binnen. Dus, waarom is dat? Ze hebben ben je paspoort kwijt? Nee, ze hebben corona-free island daar. Oh. Dus je mag er gewoon niet heen. Waar? In Nieuw-Zeeland. Auckland. Oké. Dus eigenlijk zou ik daar zijn om wedstrijden te zeilen, per jaar. Hey, hoe bedoel je, je zag mij struggelen? Wat? Nee, je zag mij struggelen, weet je nog? Ja. Toen, je was like daar in de ingang van Barbara Beach. Voor foiling, ja. Ik was aan het foilen daar. En dit is een professional sailing team? Ja, normaal. Ja, ik zeil eigenlijk sinds dat ik 5 ben of zo. Ja. En samen met Derek en Mark en deze guys allemaal. Ik heb nooit gewonnen. Ik heb nooit niet eens gezien eigenlijk. Nee, daarom. Ik ben zo achter jullie, man. Yeah, that's an achievement, though. That's really sad, man. Ja, nee, maar is goed. Hey, weet je, hij is kittel bij je, blijft hij bezig. Ja, toch. Nou, pero. Ja, en weet je blijft zeilen, je blijft internationale wedstrijden doen, hier en daar. Dus ik ben naar Nederland verhuisd, hier kwam ik meer wedstrijden doen. Uiteindelijk begin je uit te breiden. Je begint naar Australië te gaan. Al dat soort plekken. Zo. Dus ja, uiteindelijk... Nu ben ik als professional sailor, zeg je dan. Zo. Dus ja, je krijgt gewoon meneer een Davy. En dan zeil je voor rijke mensen die meneer een wedstrijd willen winnen. En die hebben dan een boot. En dan... Is het eigenlijk zo gaat. Is het like a private team of zo? Het is niet eigenlijk, landelijk of ja, zo. Eigenlijk kan je het wel beschrijven op die manier. Want... je kan het vergelijken met meneer een super rijke guy die een voetbalteam wil kopen. Dan kopen ze een voetbalteam of zo en dan stellen ze het samen. En dan weet je, dan je switcht ook van spelers hier en daar. Ze verkopen elkaar en zo. Dus eigenlijk zo gaat dat. Oké. Dus je zit onder like een contract en alles? Ja, meestal. Ik ben zelf ZZP'er. Wat is dat in... Oh man, dude, ZZP gang. Precies. Ik weet niet wie dat schreeuwt, maar dat is like, het is heel vaag voor mij, man. Ik weet niet. Dus ja, ik ben gewoon eenmanszaak. Dus Freelancer. Precies dat. Weet je, dus dan, je stuurt gewoon een factuur naar die mensen. Wat? Damn, bro. En wat voor like, leagues zijn er dan? Want ik weet niks van zeilen, hoor. Ja, dat is eigenlijk net als voetbal. Gewoon, je hebt zaalvoetbal, je hebt, maar de grootste is, meneer, je hebt of de World Cup, kan je ook doen. Maar je hebt ook, Olympic staal is niet zo groot, maar is wel een soort van veel respect. Oké. Dus eigenlijk met zeilen is precies hetzelfde. Je hebt gewoon heel veel verschillende divisions, maar ook andere disciplines. Je hebt long distance, je hebt sailing, dus dan ben je aan het vliegen over het water. Meneer. Dat is wat hij doet met die surfboard. Ja, dus dan heb je meneer, watermelon. Zo. Heb je meneer een wing onder je bord, dan blijf je vliegen. En how many countries have you been to, man? Fuck. Man. Hey, ik heb het laatst had ik zo'n app, maar ik dacht 42 zo of zo. What? Ja, je paspoort is, meneer Ying. Hey, tegenwoordig krijg je geen stempels meer. Nee, klopt. Dus dat freakt me een beetje. I don't know why, though. I don't know. Het kost veel tijd. Ik weet niet, want je hebt die zelfscanning toch? Dat is zo. Weet je, eigenlijk, vroeger wilde ik altijd paspoort stempels verzamelen. Ja, dat is een kraal, hoor. I can imagine. Heb je, like, een favorite country of zo?
Australia for sure. Gewoon Australië is next level. Maar ik heb je gezegd om naar Australië gaan, toch? Ja. En ook de scrapper, maar die Peking aan je naam. Maar die Antje is aan het kijken, dus ik dacht, oh, die gaan zei Marco die vrij guys, dus explosion. Wow. Aruba. Marco da Canta. No. Marco da Canta. Okay, I'm in Australia. So if you went, how long do you usually stay there? Like I'm evading. Well, ik ga dus elk jaar eigenlijk naar Australië. En we gaan altijd begin december heen. En tot aan mid januari, dus anderhalve maand. Blijf je gewoon in Australië. Je blijft allemaal verschillende wedstrijden doen, allemaal races doen. Ja. Blijf je daar gewoon. Heb je ook like regels waar je moet aanhouden van je team of van die yeah. Ja, sommige teams wel, weet je, dan mag je niet voor andere teams zeilen en dat soort dingen, maar ik bedoel zeg maar in de free time, like je gaat naar Australië toch en dan I don't know, are you allowed to party and stuff like that, drunk and wasted, tuurlijk, you know? Tuurlijk. Alleen niet met de teamkleding aan. Ah, zeg. Maar okay. Eigenlijk is zeilen best een cultuur, dat yeah. Het is een biercultuur bijna. Oké. Okay. Dus mensen die gaan gewoon heel vaak na een wedstrijd ga je gelijk drinken. What, really? Ja, ik drink geen alcohol, dus ja, weet je. Oké. Soda water. Precies. Oh, sparkling. Aanzij, guys. Vandaag drinken we sparkling. Iced tea. Sponsor ons. Dus, man. Dus iced tea sparkling. Hey, naar welke camera moet ik kijken? Dit is like ook videopodcast. En de mensen die nu op Spotify of whatever aan het luisteren zijn, welkom. Volg ons, subscribe. Jullie hebben wel een goede setup hier. Ja, camera setup daarachter ook eentje. En de vier zijn per op. Ja. We komen eraan. Budget, ja, je moet het eraan houden. Budget. Maar je doet ook hydrofoiling? Hydrofoiling. Laat me dat eerst even uitleggen. Wat dat is. Boom, het is gewoon eigenlijk een airplane onder water. En wanneer je lift, het lift jezelf uit het water. Dus dan krijg je minder weerstand. En die minder weerstand gaat alleen maar harder. En dan blijft het een chain reaction als je op je hart gaat. Dat doe je met een zeilboot. Maar dat is ook met, zeg maar, hoe heet het met, ja, het is niet surfen, maar die board die je had. Een wingfoil, ja, dat is met een wing, like een kitesurfen. Ja, zo'n board. En dus, hoe meer je, zeg maar, pumps, I guess. Ja. Like, hoe sneller je gaat. Ja, eigenlijk wel. Dus je kan zelf pompen, maar je kan ook de wind die laten trekken. Ja, zelf pompen. Ja, it's kind of, I don't know. I think we need to show people a picture or something, bro. Yeah. Like, you should put it... Volg op ons... Ik heb een paar video's, hè. Ja, ik zet ze op Instagram, dus volg op ons op UnagiCast, dus... volg ons. Subscribe. Have a look at it. Bromati, ik heb een vraag. Hoe kan ik ripped naar jou worden? Zwaar, dat is een goede vraag, hoor. Want jij bent, sinds je 8 jaar was, bij mijn six-pack buff cool. Hey, man. Ik zeg je eerlijk, het is gewoon genetics, hè, bro. Genetics, gewoon, zo gaat het. Zo. Nee man, het is genetics, bro. Ik heb gewoon goede genen daarachter. Van. Eigenlijk, ik heb ook een beetje Portugees genen, hoor. Bongai, dus, ook die zijn ook een beetje Madeira. Jezus, je weet. Van een Faria met Asa. Je gaat met deze guy naar de gym, mate. Hij kan niet leg pressen. Ja, maar jij speelt in de gym, guy. Leg pressen is je weakness. No, of was het squats? Nee. Ik heb toevallig nu een knieblessure, maar ja. Hey, squats, weet je? Wat Derek Beach en squats nog. Ja, dus. Bon, ik skipte vroeger leg day, maar... Waarom doe je dat, guy? Nooit skippen. Hey, bro, je moet op die upper body focussen. Maar dan leg je Marcos on the kite. Deze guy traint deze trein, hij traint ook veel kuiten, bro. Goed piek, hoor. Maar nebo die kooi genet. No joke, en waarom ik zo tata, mate? Deze guy is zijn vader, zijn kuiten, mate. Patata, bro. Patata, G. Het is gewoon geskipt. Ik ben een. Ja, man. Gewoon... Skipt me een generation. Let je ze niet nou, hoor. Potato. Ja, je weet wel. Real, hoor. Nou, we verder over mijn vader's kuiten? Of nee, nu gaan we terug. We gaan nog steeds naar die workout. Anyway, hoe ga jij ripped worden? Zeg, dedication en goede eten. Zomer de bing. Want ik zeg je, bro, ik zie laatst post van meneer Oreo Asakoko. Ah, ik Oreo Asa, dat is meneer. Bon, dat is meneer. Maar wie wil die Oreo Asa? Ik was ook testen. Ik ga binnenkort denk ik een bake sale doen, man. Ah, daar ben ik erbij, hoor. Ja? Dat is op je prijs of bij je? Nou, dezelfde prijs. Hoeveel heb ik naast Basta Karu wel. Nee, ik had €5. Dan krijg je Capuchon erbij. Guys, we verkopen nu Capuchon, maar like cola version. Oh, dit nog. Ja, like cola flavor. Opgelicht, ik weet dat. Ik weet niet, man. Echt. Hey, Peru. Kijk, wat ripped worden. Okay, geef me advies. Boom. We moeten gewoon een keertje gaan. Eigenlijk beginnen met 5 uur 's ochtends gaan hardlopen.
Alma mater. Ik slaap dan. Ja, precies. Is er een verschil tussen 5 uur en 6 uur? Of? No, ja, is een beetje langer. Is, dat is die OG. Wanneer, dan begin je wanneer fucking... Heet het Rocky 2? Nou, no, ik weet het point. Dus je moet dan lijken ook 3 eieren gewoon rauw drinken. Zetro, ja. Pak je, ja, pak en je, home gym is goed, hè? Pak je Erasmusbrug, wanneer je gaat rennen? Bro, Den Haag, waar, op zand. Op zand rennen. Nee, is no. Zandvoort. Ja, gewoon rustig, rondje bij Zandvoort in back. Nee, dat is gewoon wel... die Afrika. Nee, 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 nee. Macho Bayegi sprint... Nou, sprint. Nou, niet in Santo. Ding na Erasmusbrug, maar die. Want ook horen als ze joggen en zo. Maar ik jogde, ik ben met een kleine pato achter jullie aan het rennen. Verrassie, hoor. Zo, jullie zijn me net 2 meter lang en ik ben me net... Step count bij Ribas, ja. Hij heeft echt een cute pace, wat. Tup, tup, tup. Ja, bro, ik hou ze wel bij, bro. Het gaat niet zo makkelijk. No, no, okay, wat was dit nou? Ik zag jou wanneer bij de rellen. De rellen 6, hey, ik weet niet wat ik daar aan het doen was, eerlijk man. Okay. Nee, eerlijk, ik vibe wel op die 9 uur, man. Ja? Gewoon thuis, rustig, lekker slapen. Maar dat is jouw bedtijd, dat is lekker. Als je moet gymmen, ga je vroeg slapen, koko. Precies. Want dus 5 uur ook ga je rennen. Deze avondklok is 5 uur afgelopen, dus dan... Hey, maar guys, hebben jullie die kleine kind gezien? Dat kleine kind, like... No. Hey, like, the little white guy, man. No racist shit, man. I mean, like, the little tata. Yeah. Zijn ouders kwamen ophalen, Google, maar die... Uit de rellen. Nee, gewoon van die rellen. Like, letterlijk. Ze waren like, no, no, get out. Right. Ik heb al die shit van Eindhoven gezien met waterkanon, Google. Bro, heb je die meme gestuurd? Wie had die meme gestuurd? Ik weet niet. Van welke? Van met die waterkanon en dan... Dat die vrouw zo langs loopt en zo... Pak, ja, Kiko. Hij zat 18 jaar. Ik hele mooie doeroe, man. Maar hoeveel bars zit daarin? Ik weet niet, man. Ik weet dat is next level. PSI, man. Zo kom je mee, man. Het ding is, weet je, nu, die vrouw is nu een rechtszaak begonnen tegen de politie van overmatig geweld. Hoeko. Ja, man. Maar ja, what the fuck zit je daar aan doen? Ja, ik weet het, man. Ik wil nu een firefighter worden. Wow, dat is geen firefighter, ja, dat is geen firefighter, man. Dat is ME, man. Maar die firefighters kunnen dat ook doen. Nee, volgens mij alleen de politie, hoor. Bro, maar dan moet je wel iets meer gaan gymmen, of zo, anders vlieg je zelf mee weg, hè? Bro, ik ben klein, maar stevig. Zo, dat is waar, dat is waar, dat is waar. Ik ben gewoon een stambit. Nou, ik heb een Thomas laat zien, man. Het is stevig, zit. Hij is meer solid, dan. Klein maar fijn. Klein maar fijn. Hey, bon, maar wij waren alle 3 op Curaçao laatst. Ja. Zo, hey, bon, dan moet ik heb je gezien. Maar deze guy stuurt me DM. Hey, man, waboe. Die guy groet me niet. Hey, bro. Ik zag je naar binnen komen. Ja, met een lange, met zo'n, weet je het? Ik had een foto van je gemaakt en alles. Maar die in de surface. Van ver, ja. Ik heb met joystick was gebroken toen. Daarom ging je zo langzaam. Nou, bro, kijk, ik had mijn neef ook in de boot. Ik denk dat meneer groot zo. Ja. Oké. No, I don't want to say nigger. Sorry. Ik bleep dat, man. Ja, bleep het maar. Je echt voelt. What the fuck? 100% nigger. Ja, uitzet. So, yes. He saw you. Some weird where did you see? Ik was chill op mijn boot en deze guy was op je. Was het die dag toen wij... Nee, dat waren niet toen. Op die, nee? Nee. Op die katamaran. Katamaran. Naar Klankersa? Ja, Rosie, dat was die dag. Nee, nog kom eens bij zijn naam, man. Hey. Je invite me niet. Hey, die oranje katamaran, zo? No, Airy Tours. Airy Tours, ja. Vasila. Zou je dat bij Julia nou? Ja, die tours. Deze guy zijn foto's, man. Ik ben jaloers. Zijn fotografie. Wat heet die guy op Instagram? Awa. Juju. Juju Awa. Ik weet niet, maar... Zijn follow guy. Ja, dude. Nee, man. Like, het was wel opie leuk. Alleen, het weer was een beetje scheid. Scheid? Zeg, man. Scheid? Skate. Zie. Weer of scheid. Hoeft nog weer scheid. Correcto. Correcto. Zeg, guys. Het is gewoon een beetje poep. Ja, pero... Nee, maar dus... Banana. Maar we zijn dus bij de weer te bananen. Oké. Alles zeer te kijken, man. Oké, maar... Jobbe. Wat? Jobbe, guy. Hoeveel fucking woorden zijn er voor? Jobbe. Nee, niet waar. Mauw. Oude shielu. Dat is mijn safe word. Wat? Oké, dus hoe vaak heb jij gevaard, man? Gevaard. Gevaren. Was je bang? Dat was maar echt gevaar, hoor. Hoezo? Bom, ja, ik weet niet. Waar? Wat? Ik heb gevaar. Op Cura, guy. Hoezo, guy? Hij was elke dag op het water. Ja, hij was in zijn eentje in die zeilbootje zo. Ja, wel freediving ook, hoor. Freediving? Ik heb het 1 keer gedaan, maar snap voor mij, man. Ik kwam like 5 seconden. Waar doe je dat? Gewoon overal daar, hoor. Waar? Kijk, in een pool, man. Freediving in een pool? Ik heb mijn badkuip naar kaas. Ik spring erin. Ik ga freediving. 2 meter boven. Ah, zeg, bro. Toch die keer, hoor. Toch die keer, hoor. Wanneer? Nou, naar Corsa. Ik zie dat freediving in mijn wc of in mijn baan, hoor. Sloep!
Nou, leuk. Ah, maar guy, wat heb je Curaçao gedaan? Fucking veel op het water geweest, hè. Bedoel je elke dag? Like, ja, echt. Were you always that person, man? Like, gewoon zeg fishing, maar. Sailing en then ja, surfing. Ja. Waar vis je meestal? Aoi Oostpunt, hoor. Helemaal daar, man. Ja, ik had die kleine Boston weer zo, maar Aoi Oostpunt. Met Kevin, ik wil nog. Ja. Ben je ooit achter Coca-Cola fabriek gaan vissen, man? Ja, eigenlijk? Ja, ja, had alleen tarpen Google vissen. Ja, man, dat is wel ghetto, hoor. Je zit met een heel Chinees, kom hier. Machu, een paar jaar wat aan je handen, dan toch een bisabu, man. Al ik een exposes eigenlijk, hoor. Maar voor je, man. Een paar jaar dan gewoon, hey, swag, ik mis je wat je traas, hoor. Bij je zin om het helemaal police, kijk hier, zeg maar. Maar ja, dingen vechten wel goed, hoor. Zeg, dude, nee, man, je pakt wel goede vissen daar, man. Gewoon visie, hoor. Maar je kan ze niet eten, dat is het probleem, man. Of heb je ze gegeten? Nee, maar er is deze guy die in Amerika ook in een sewer gaat vissen en een vis die dingen. Een zieke grote basso pakte mee. Mm-hmm. Maar dan met een loer van een ratong. Ja. What? Fucking, ja. Het is een raar in Amerika, mate. What? Oh, die gewoon aan het jiggen was ermee. Is dit in Florida by any chance? Sowieso. Ja, yeah, right. Nou, oké, okay, meteen een primo, mate. Naar Florida, John. No, ik ga not, no, mijn primo not de John. John? No, ik ben de papo, pero su bro llama John. Zijn we die minivan? No, maar. Anyways, mate, ik ga kijken met een guy in su barrio, mate. En ik heb een paar grachten naar Florida, gewoon tieren, een linea ding. Kun je een tarp of een bass? En dan just like eat that shit, right then and there, man. Weird, Florida, bro, Florida. Nee, er zijn wel een paar guys die in Australië deze manier fishing missions doen. Hoe pissig ziet het eruit? Youngbloods, Eerlijk? Nee, heel veel guys, man. Wat zijn dan die fishing missions? They just go out there, man. Alles vangen. Oké, maar ze doen, weet je wat ze doen? Ze doen gewoon mission, meneer, dat ze moeten eten wat ze vangen die dag. Ah, oké. Okay, dus okay. Ze eten niet als ze niet voor niks vangen. Stoy, joh. Maar ze vangen like fucking veel. Zeg, yeah, bro. Check ze, Young Blood. Young Blood. Wat weet jij van een boto die sponsor? Boom. Eigenlijk, no, over no, sponsorship. Boto, ja, ben jij gesponsord? Bro, wij krijgen alleen maar sponsorship shit, hè? Sponsor mij nou, ik heb dingen nodig. Wat dit nou, hè? Heb ik geen Unagi sponsors out there? I need sponsors, man. Ja, maar eigenlijk wel, man. Ik krijg niet eens drinken hier, boys. Je hebt het opgedronken. Nono guy. Damn, en het is nog prik sparkling. Hey, maar het is eerst dat we het zo snel op hebben. We moeten straks pakken. Vandaag is geen alcohol, mate. Ja, we zijn hier met een sportsperson, that's why. That's why we drink water and Powerade. Hey, maar die branding is wel goed, man. Allemaal stickers hier en daar. Ja, maar dat moet. Like. Hey, bro, why don't you show your album, bro? Je hebt een boek laten maken. Een van ze, ja, plug. So guys, buy this book. Check out my book. Buy it. Ik ga het niet openmaken, want je moet kopen en dan kan je zien. Hey, deze camera hier links, bro. Check out mijn Instagram, bro. Het zijn te veel camera's hier, man. Eentje valt uit, daarna niet. Pero, check it out. Wagen, het is mooi. DM me als je interested bent. Hey, hoeveel zijn ze eigenlijk? Hoeveel zijn ze? 50 euro. Ja, hoor. Wil je kopen? Ja, je wilt. Op prijs. Dit is mooi, maat. Dit in je dining room, ja, mooi, thuis gewoon. Dat zeg ik wel. It's worth it, maat. Zinkoseer echt? 50 euro, maat. Oh, letterlijk. Zo, want kijk, om de broek. De broek. Over broeken gesproken. We hebben ook een nieuwe brand op Curaçao. Het heet Parazoa Lifestyle. En ik heb laatst een paar modeling dingen voor hun gedaan. Ze zijn konje, man. Met ABC eilandenkoeken erop. 50 euro voor een broek. Hey, dat betalen ze je. Boom, ik krijg al die broeken. Unagi is dus ja, we zetten ook een foto van een van die broeken hierin. Dus ja, een foto. Ja, doe het. Ja. Met jouw ripped body. Ik sponsor het, ja. Dit is dan echt die maatje. Dit is waar ik die body wil hebben. Alleen voor die broek? Nou, maatje, jouw lichaam. No, guy. No more shit, man. Vijf uur zit je hier. Hier, Rotterdam. Ja, toch. Heb ik gezien hoe koud het is? Kijk, zo begint het al nog. Nooit gaat er iets gebeuren. Nooit. Nooit gaat er iets gebeuren. No. Maar waar? Maar elke dag? 5 uur? Of heb je like die rest? Ik heb nu blessure, dus ik heb nu een ding heet een grinder. Dat Derek maakt me dood met alles. Dat heb ik nu in mijn huis staan. Dus mijn woonkamer staat zo'n ding. Dus ja, dan kan je wel elke dag even. Heb je dat in je huis staan? Ja, maar dit is geil. Doe zo'n machine, gay.
Fucking grote is het. Ik kan het nou, Bert, het is wel goed. Deze game moet ja, vet leven. Je zet gewoon je laptop daar, je kijkt een film terwijl je dat doet. Oké, maatje, maar vergeleken met dat en real life. Is het zwaarder in real life? Sowieso. Want je moet ook, je moet dan je stability houden en zo op een boot. Ja. En je bent altijd schuin. Dus je bent aan het grinden, je staat schuin en je bent fucking andere dingen aan het doen. Je moet heen en weer rennen. Dus het is... Bro, the start of it. Bro, like, hoeveel mensen... What's your crew? Like, how many people you got on a boat? Eigenlijk alles van laten we zeggen, van 3 mensen tot... Ik heb zelfs een boot gezet met 22 mensen. What? So, damn, bro. Dan moet je fucking goede, weet het, groepswerk en zo doen. Ja, maar je... Teamwork. Maar je doet ook, like, crew change, toch? Ja, ook dat. Maar, bro, like, maar als het ook, like, zeg maar... Crew, als het ook, zeg maar, like, 22 mensen of zo, ja. Zei je? Ja, man. Like... Zijn er like ranks van oké, okay, één guy heeft moet of guy of chick moet like een groep leiden en dan de andere ook een groep leiden of zo? Of? Ja, iedereen heeft zijn eigen taak, dus je bent je bent over die hele boot verdeeld. Iedereen is maar in groepjes van 3 zo en dan heb je één guy die schipper is, oké. En dan is er een andere guy die heeft een groep van 6 en die heeft een groep van 2. Ja, dus het is een beetje verdeeld, hè? En maar jij zou meedoen met Volvo Ocean Race. Ja, dat is gaande niet. Marco, dat is 10 maanden op zee, papa. Rond de wereld, ik weet het niet. Rond de wereld, dat is... Dat is not for me, man. Dat is like... Oh, het is niet like gewoon rechtdoor strijd wat Derek en zo door boten. Dat is gewoon ook racen. Dus je, je reist tegen 7 like, andere boten. En dan ga je rond de hele wereld. Vanaf... Je begint in Spanje. Dan ga je via Kaapstad, Melbourne, Hongkong, Nieuw-Zeeland. En dan ga je helemaal rond naar Amerika en dan door naar... terug naar Den Haag was het vorige keer. People die. Ja, man. Like, last year hadden we een perde man begonnen, man. Yeah. Het was like een storm, man. We gewoon perde, man. Ja, en ze vinden je nooit meer terug, hè? Nee, maar die, like, je zit gewoon misschien in... Hoeveel meter golf? 10 meter? 2. Ja, best hoog, man. Nunca más. Dus ja, dat is wel het ding waar ik voor aan het trainen ben nu. En wanneer ga je dan? Als je gaat? De eerste leg is eigenlijk al vanaf april. Dus in april beginnen we met een rondje om Europa. En dan finishen we in Spanje. Of in Italië. En vanaf dan wachten we, dan gaat die boot gerefit worden, dat heet het. Dat is gewoon opnieuw gemaakt. En dan beginnen we oktober 2022. Wow, 22? Ja, 22. Dus ik zie jou. Dus tuurlijk. Ik pull up daar, we doen ook podcast daar. Ja, tuurlijk. Maar welk is Brunel? Ja, eigenlijk zo. Ja, Brunel onder een nieuwe sponsor. Maar hoe heet die Chino boten trouwens? Ik was altijd voor hem. Ik was altijd voor Dongfeng Racing Team. En pas naar Canada. Ze zijn fucking goed. Dongfeng, hoor. Hey, ik moest mijn team Dongfeng noemen. Laten we Nagi's naam veranderen. Dongfeng. 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 Of je begint wanneer een tok op kunnen zeggen dat Dongfeng heet. Dongfeng. Nou, blijf gewoon Nagi. Nagi blijft ding. Uit. Nou, oké, verder. Iomati, dit is like the best thing ever. Sushi, hey, ik wil sushi sponsors, please guys, please. Ja, dat zou goed zijn voor thuisbezorgd. Als we hier gaan eten, we doen niet aan thuisbezorgd. Zo bezig, ja. Je weet toch? En dan zetten ze gewoon unagi roll erop. Zeg, nou, we hebben guy naar Deliveroo, maar ze deliveren niks. Hè? Zeg, ja, volgens mij kijkt hij daar. Nou, pero, exposure. Helle exposure. Macho, pero, meneer Matinneki, je bent dus, je houdt van de zee, heel veel. Is je opleiding ook iets met de zee mee te maken of boot of zoiets? Zee, toevallig? Zee toch? Maar nee, ik studeer eigenlijk architecture, maar dan voor boten. Yeah. Dus alles wat float is mijn... Ja, is gewoon... Bro, ouwe manier, in vlot nang, wat aan je naar Zanzibar, wat aan... Traan aan dan, hè? Eerlijk, daar begint het, hè? Besef. Stoinek, bro, daar begint het, man, bro. Wat deed je nou? Vier gewoon. Anton Pariton. Ja, maar eerlijk, bij 7 kinderen begin je die shit te bouwen. Ja. Dus daar begint die passion voor boot te bouwen. Serieus? Maar oké, je moet toch, moet je een license hebben, like een diploma, zeg maar, voor bepaalde schepen en zo? Ja. Nou, ik bedoel, like je kan niet, wanneer... Je kan niet zomaar rock up en is het like, oh, ik heb deze boot getekend, ik wil het doen. Nee, precies. Jij doet Ible, je polt niet op naast een... Ja, but what makes you... Oké, hoe kan je, zeg maar, level up naar een freaking cruise schip? Gewoon werken, papa. Gewoon heel veel berekeningen, gewoon designen, AutoCAD, alles. Ja, maar oké, snap ik. Maar ik bedoel, je begint dus met... Ik weet niet, zo'n kleine zeilboot, met die een race zeilboot. Ja, maar eigenlijk beginnen mensen ook gewoon met een cruise schip, hè? Serieus? Ja. Het is niet alsof je met een eerst klein moet beginnen en dan moet groter gaat worden. Je kan gewoon... Ja, juist eigenlijk, die kleine dingen zijn ook soms moeilijker, want daar werk je met minder mensen op een klein project. En die grote cruise schepen, dan ben je met 200 mensen aan een dry dock.
En ben je al naar een stage geweest of zo? Ja, ik heb al 3 stages gedaan als ik kom, jongen. Ja, Royal Huisman. Shout out. Wat voor, I don't know, companies? Voor de meest prestige sailing yachts in the world. Gewoon, nee, echt. Cool. Dat wordt allemaal in Nederland gebouwd, hè? 80 meter, weet het, zeilboten en zo. Vier, wow. Die was laatst op Curaçao, daar. Bij een kleine werf. Met een 3 master, zo. Ik snap het. Water Blue Eyes. Like op Curaçao, daar. That's some shady boat, man. Ik zeg je, de ding staat niet te... Wat gaat proberen te verkopen voor 2 miljoen of zo. Maar dat is een shady, man. Dat is een ugly boat. Het is 34 meter. 34 meter. Macho, that shit has been there for like 5 years? Ja, longer. Bon, voor 34 longer. Meter 2 miljoen betalen is wel een goede prijs. Ja, dat kijk, maar dat is een rare boot daar, man. Dan team man, ik wil je voor. Ja. Dat zakken hier mooi, heb ik weet. Het is een safe zone. Oké, dus we moeten naar de volgende check. Nou, maat, we zitten op 26 minuten, dus... Nu al? Oh, daarom zijn we niet al. Het gaat heel snel, G. Okay. Nee, dan... Volgens mij, ja. Dat is een zo safe we kunnen wel doorgaan. Ja, nee, is goed. Jordan, ik wil je echt bedanken om te komen, maatje. Het was even leuk. Was het een beetje informatief. Ja, voor mensen. Kunnen die internet in? Ja, en Marco, thank you. Ik heb heel veel over boten geleerd. Wat? En zeilen. Je kan niet zwemmen. Maar ik kan niet zwemmen. Heb je diploma? ABC. Sam. ABC, oh, dit meer dan ik, weet je. Ik heb AB, in één klap gehoord. Ik heb AB, want het is C, dat was moeilijk. C is moeilijk, dat is mijn moest je met fucking kleren gaan zwemmen, Coco? No. Wat? Maar Marco lijkt me op die kind, toen ik klein was, toen ik, je weet toch, met die shirt goed zwemmen, Coco. Kijk, wat is het erover, saving people or some shit? Oh, diving. Diving. No, beta, diving. Ik heb basic safety, dus ik ben goed, man. Nee, maar C moet je dus volgens mij met kleren gaan zwemmen, Coco. Maar guys, thank you. Dat was een leuke podcast. Guys, als jullie meer podcasts willen zien, keep up. Guys, comment down below, want ik ben aan het denken. Should we do 2 keer per maand of 1 keer per maand nog steeds? Oh, 2 keer per maand. Hè. 2 keer per maand podcasten? Ja, joh. Ik zit aan het denken, hè. Want het is niet zo... 1 keer per maand, nee, daarom. Lang, nee, daarom. But anyways, guys, thank you for listening. Please subscribe, check out our Instagram, UnagiCast, and follow these guys on Instagram. What's your Instagram? Jordan van Rooyen. And Marco DSP. Nah, Dos Santos. Nah, but guys, remember, subscribe, and I'll see you in the next podcast. Topa! Right. Thanks, bro. Topa. Meow! Wow! I see you. Bananas! Gang!